slechte reeks van 3 nederlagen op rij is doorbroken door Jong Ajax. Tegen FC Dordrecht werd er weer eens gewonnen. En 4 dagen later gaat het op bezoek in de Geuzelt bij MVV Maastricht. Ajax met een heel jong elftal, gemiddeld iets meer dan 19 jaar oud. Hier de bal van Alblas, waar Bergsma niet op rekent. Maar het wordt niet afgestraft door de captain van MVV. Dan een kwartier gespeeld. Nunnely. Nunnely geeft hem voor en daar staat Sierhuis behoorlijk vrij in de 16 meter van MVV. En hij volleert mooi raak. Zijn eerste van het seizoen voor Jong Ajax. Het is een fraaie goal van Kai Sierhuis. Jong Ajax op voorsprong bij MVV. Dat in het rechte rijtje is terug te vinden. En hier krijgt Sierhuis de kans op zijn tweede. Korte terugspeelbal. Het loopt maar net goed af. Michael Reiziger ziet dat Jong Ajax het betere van het spel heeft in Limburg. En hier bijna weer op 2-0 komt. De paal redt de thuisploeg. De corner laag verlengd door Sierhuis. En dan bijna in eigen goal gewerkt. En vervolgens kan deze Masraoui er ook niks meer mee. Bal zomaar in de voeten geschoven van Matusiwa. Die weer als verdedigende middenvelder speelde. En dan is Ajax er met veel man uit. Fleming. De voorzet naar De Wit. Goede redding. Sierhuis en weer de redding. Tot 2 maal toe Verrips. En zo is het langzaamaan een wonder dat het pas 0-1 staat. Masraoui. De Wit. Goede aanname. Lepelt hem naar Sierhuis. Maar mooi verdedigd. Op de doellijn door Steven Pereira. Na de rust is hier MVV. Nog niet echt gevaarlijk geweest in de wedstrijd. Voert nu de druk wat op. Ajax neemt over via Masraoui. Korte bal. Bakker. En ook dit is een kort balletje. Alblas. Loopt goed af voor Jong Ajax. Yildirim profiteert niet van de korte terugspeelbal van Bakker. Bakker hier met de indraaiende vrije trap. Aardige kopstoot. Het gaat voorlangs. En zo is MVV nog altijd in leven. Moet Ajax het eigenlijk afmaken. En hier wordt het dan 2-0. Het doelpunt dat er al heel lang aan zat te komen. Het is weer Kai Sierhuis. Mooi aangesneden voorzet van Navajo Bakboord. En Sierhuis kopt goed raak. Fleming, de middenvelder die deze wedstrijd dus links buiten stond. Masraoui. Dan MVV weer een keer. Actie buitenom. En een makkelijke vangbal voor Alblas. De kans was voor Okita. Hier het volgende gevaar. Weer Alblas goed. De rebound. Aardig gedaan. Maar MVV komt niet tot scoren. Nog ruim een kwartier te spelen. De Wit. Masraoui. Matusiwa. Goed gedaan. Daar is Fleming. Fleming en 0-3. Mooie aanval van Jong Ajax. Masraoui. Goed gedaan door Matusiwa. En Fleming is het eindstation. Hier weer Bakboord. Weer een goede voorzet. En weer is het raak. En het is Fleming met zijn tweede. Weer een mooie voorzet van de rechterkant van Navajo Bakboord. En Fleming zorgt voor de grootste zege van dit seizoen. Een knappe 4-0 in Maastricht.